In de jaren 90 lag deze schitterende beek er al. En de gemeente had een geweldig plan en zei, laten we nou alle bomen knappen en dan lekker hier een mooie rioolbuis inleggen, zand erover en wat krijg je dan? Een mooie parkeerplaats. Leuk is om te vertellen, zeg maar, is dat, dat wij de afgelopen jaren, gaan we op Burendag, gaan we natuurlijk allemaal met z'n allen aan het werk in de beek. En toen ze hier ooit begonnen, toen was het één grote wildernis. En toen hadden ze echt heel veel mankracht nodig om de boel hier gewoon netjes te maken, op te ruimen, bomen te zagen. Ze hebben helemaal beschoeiingen gemaakt van wilgetenen. Wat ik zo leuk vind aan het schoonmaken van de beek, is niet dat ik zie dat al die rommel erin ligt, want dat vind ik eigenlijk best wel jammer. Maar het leuke is wel weer, bijvoorbeeld dat ik het met de kinderen hier in de buurt, die helpen me heel vaak spontaan. En doordat ik hier bezig ben, help ik eigenlijk weer mensen bewust te maken over het feit dat het jammer is als er een rotzooi is. En ik krijg eigenlijk altijd hele leuke antwoorden en weer gesprekken over de beek of over andere zaken. Dat is gewoon heel leuk om daarmee bezig te mogen zijn ook. En we gaan er nu ook echt mee verder. Ik dacht meteen yes, daar wil ik bij. Want dat is een leuke manier om de mensen hier te leren kennen. En ik hou van groen, dus laat ik gewoon maar lekker meedoen. Ik vind het altijd heel leuk als kinderen een beetje ergens bij betrokken zijn. En afgelopen najaar waren er veel kinderen op straat. Corona, hadden geen school. Iemand liet zijn hond hier uit. Die hond liet een dikke drol. Die man liet het achter. En wij vroegen, meneer, zou u alsjeblieft zo vriendelijk willen zijn om die drol op te ruimen? Ja, maar er ligt er hier nog een en daar nog een. En daar hebben we helemaal geen zin in. En die kinderen die stonden erbij, die waren zo verontwaardigd. Die zijn meteen gaan tekenen, affiches gaan maken. Die hebben op de bomen geplakt. En ik vond dat zo'n leuke actie. Als we het over de toekomst hebben, we hebben natuurlijk 30 jaar lang is hier de beek goed onderhouden. En daarom is hij ook nog zo mooi zoals hij er is. Maar het is natuurlijk ook de bedoeling dat hij de komende 30 jaar ook nog onderhouden wordt. En dat is ook een stukje, een soort kennis en ervaring wat er overgedragen moet worden. Er zijn hier best wel wat oudere mensen op de buurt, maar je ziet dat er heel veel vernieuwing ook komt, jonge nieuwe gezinnen. Eigenlijk is wel de bedoeling dat hij nu wel dat gedachtegoed en dat beheer en onderhoud over gaat nemen. We hebben natuurlijk hier al een hele tijd een convenant, hè? Dus zo'n onderhoudsplan met elkaar, werkplan met elkaar. En daar ligt een visie aan de grondslag en daar ligt een beheerplan aan de grondslag. En op basis van wat daarin staat, voert de hele buurt dan met elkaar het beheer uit. Maar als je zo om je heen kijkt, dan zie je al dat die beek al daar een beetje droog begint te vallen. En nog eventjes en dan is de hele beek droog. Deze elementen maken dat we nu denken van, goh, laten we eens onderzoek gaan doen naar de beek, naar de kwaliteit ervan, alles wat hier groeit en bloeit. Past dat bij de ontwikkelingen waar we nu tegenaan lopen? En betekent dat dan ook iets voor het beheer en onderhoud van de beek, hoe we dat met elkaar doen? En moeten we dan dat soort zaken ook niet vertalen naar een nieuw convenant? Nou, dat is eigenlijk wat we met elkaar proberen te doen. En met elkaar, dat is dan de Sprengcommissie, zoals dat tegenwoordig heet. Voorheen heette dat de Groencommissie, maar dat is nu de Sprengcommissie. Omdat we echt wat meer de nadruk wilden leggen op de natuurwaarde van de natuur- en cultuurhistorische waarde van deze beek.
worden betrokken en we gaan er zelf iets heel moois van maken. Maar het leuke van het zelf doen is met de bewoners in de laan, is dat we een verbinding krijgen.